Minecraft Armor. Het is super handig voor wanneer je naar plekken gaat waar je het waarschijnlijk nodig gaat hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Nether, The End, maar ook vaak genoeg in de overworld. Alleen lijkt het mij persoonlijk wel leuk als er nog wat meer soorten armor zou bestaan. Mijn naam is Dutch Stuber en vandaag gaan wij kijken naar armor die ik persoonlijk graag in Minecraft zou willen zien. Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik de kist voor mij open. De magische kist waar alles in zit wat wij vandaag nodig gaan hebben. En de challenge begint nu. Hoi jongens, ga ik hem via achter of via voor openen? Achter? Voor? Voor! Bam! Jongens en meisjes, werp maar een mooie blik op deze items, want we gaan ze allemaal uittesten. Op nummer 1 hebben wij, hou je vast, ik hou mezelf al even vast, momentje hoor, de Ender Dragon Armor! Ik heb ooit wel eens een keer een video gemaakt over Ender Dragon Armor, maar dat is niet de Ender Dragon Armor die ik momenteel met mij meedraag. Dit is hoe ik er nu uitzie. Een vrolijke jongen met een petje achterstevoren tussen de rozen. En dit is hoe ik er nu uitzie. Wat? Oké, luister. Deze armor is even goed als diamant. Misschien zelfs nog wel een stukje beter. En het ziet er echt super episch uit, jongens. Eigenlijk kunnen we er maar op één manier achter komen of deze armor ook daadwerkelijk goed werkt. En dat is door de opties even op hard te zetten. Een zombie pigment te plaatsen. En die even heel boos te laten worden op ons. Oh, daar gaan we, guys. Oh, ja, het doet op zich... Het doet in ieder geval veel minder damage dan dat het normaal gezien zou doen. En de armor ziet er gewoon echt heel erg gaaf uit. Ik denk dat als er ooit een Minecraft feestje is en de dresscode is creativiteit... en jij komt daar als de Ender Dragon, dat je sowieso met een pluspuntje naar huis gaat. Laat in de comments weten. Helemaal vergeten. Ik heb de Morph Mod geïnstalleerd. Oh! Luister, de Morph Mod is een mod waarbij je je simpelweg kunt laten veranderen in elk soort Minecraft mob. En let op jongens. Let op jongens. Let op jongens. Bam! Ik ben nu niet zomaar iemand met Ender Dragon Armor. Ik ben een zombie Pikmin met Ender Dragon Armor. I love this. Het is sowieso best wel grappig om eens een keer Minecraft te zien vanuit het oogpunt van een monster wat je normaal gesproken juist verafschuwt of probeert uit de weg te gaan. Erg leuk om mee te maken. Nou, ik transformeer mezelf mooi weer even terug naar wie ik eigenlijk ben. En we gaan door naar het volgende armor setje. Ik ben heel erg benieuwd wat ons nog staat te wachten. De Ender Armor, oftewel de Ender Helmet, Ender Chestplate, Leggings en Boots. Oké, jongens, let's check it out. Dit is hoe ik er nu uitzie. En... bam! Oeh, deze is epic. Deze ziet er super gaaf uit. Ik geloof dat deze zelfs beter is dan de vorige. Nee, deze is iets minder sterk dan de vorige. Maar jongens, kijk dan. Ik heb gewoon letterlijk armor gemaakt van Ender Pearls. Want dat is dus ook hoe je deze armor maakt. Je gebruikt eigenlijk nog steeds hetzelfde recept. Of eigenlijk hetzelfde patroon. Hè? Dus in plaats van 8 diamonds gebruik je in dit geval 8 Ender Pearls voor de chestplate. En in plaats van 5 diamonds voor de helmet gebruik je in dit geval dus 5 Ender Pearls voor de helmet. En het ziet er echt heel erg gaaf uit, jongens. Kijk, hoe sterk is het? Dat is een goede vraag. Wacht, laat ik dan gelijk even een zwaard erbij pakken. Is wel gelijk echt iets super gaafs. Namelijk het Bedrock zwaard. En voor de mensen die niet weten wat Bedrock is. Bedrock is de meest onverwoestbare steen in Minecraft. Er is niks waarmee je het kunt kapotmaken. Behalve met je vuist. In creative natuurlijk, niet in survival. Al zou je in survival 100.000 TNT erboven leggen, zou het als het goed is nog niet kapot kunnen. Dus ik ben benieuwd, laten we eerst even de armor checken. Hoeveel damage krijgen wij met de Ender Armor? Hallo Pikmin. Doei Pikmin. Oh jongens. Oeh, heel veel damage. Oké, echt letterlijk heel erg veel. Ik heb nog maar een half hartje over. Oké, dus dat was misschien geen verstandig idee. Maar dit zwaard is super krachtig. Het nadeel is dus wel dat je dit zwaard nooit gaat kunnen craften in survival.
omdat het dus gemaakt is van een soort steen wat je nooit zou kunnen minen. In ieder geval, er is nog iets anders wat ik persoonlijk heel erg gaaf vind, namelijk een stukje cake. I mean like, zie het zo. Wanneer jij besluit een cake te maken in Minecraft, zal je die altijd helemaal moeten opeten. En je kunt hem dan ook nog eens alleen maar ergens neerzetten, waar iedereen ervan kan smullen. Maar met deze mod kun jij er dus voor kiezen om stukjes taart voor jezelf te maken, waarmee je dan ook nog eens een speedboost krijgt. Ik vind het persoonlijk super gaaf. Ik zou het sowieso leuk vinden als er meerdere items waren die jou zeg maar een extra power-up geven in de vorm van voedsel, zodat je er net wat meer aan overhoudt dan alleen een volle maag. We gaan eens even kijken wat de volgende armor is. De bone armor. Jongens en meisjes, de tijd waarbij je bones alleen maar kunt gebruiken voor bone meal is voorbij. Want check this out. Yo, wat? Oké, dit is wel echt super gaaf. Het is wel jammer om te zien dat dit helaas niet heel erg veel toegevoegde waarde heeft als het gaat om de kracht van de armor. Dus als je deze draagt, moet je wel een beetje voorzichtig zijn. Maar gewoon het idee dat je op dit moment armor zou kunnen maken van zoiets simplistisch als botten, dat is gewoon super gaaf. Maar we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar, jongens. Er is namelijk veel, maar dan ook echt veel meer. Hier hebben wij namelijk de Spider Silk Armor. En wat dit dus eigenlijk is, dit is gewoon letterlijk armor gemaakt van web. Gemaakt van spinnenweb. Spider strings kun je in Minecraft meestal alleen maar gebruiken voor het maken van een boog. En je kunt het gebruiken voor het maken van een vissenhengel, als ik het goed heb. Maar nu kun je er dus ook armor mee maken. Het is waarschijnlijk super zacht. Alleen denk ik dat het lastig is om uit te trekken. Want spinnenweb is best wel sticky. Het biedt niet heel erg veel verdediging en protection, maar het ziet er wel gewoon heel erg gaaf uit. En die stukjes staart, by the way, die helpen totaal niet. Want wanneer je het hebt gegeten, heb je 10 seconden erna direct weer honger. Laten we even kijken hoe goed de spinnenwebben werken. Zolang ik die met mij meedraag. Let's go, jongens. Oké, dat doen we nooit meer. Dat doen we nooit meer. Letterlijk, 4 hartjes gingen er bij mij vandaan in 1 klap van de Pikmin. Oké, dus het is mooi om te hebben. Het ziet er eigenlijk ook best wel episch uit. Het lijkt gewoon op een soort van gebreid tenuutje wat oma heeft gemaakt. Zoiets denk ik dan tenminste. Alleen het helpt dus niet heel erg als je het hebt over verdediging. De volgende is de Vlees Armor. Rotten Flesh heeft eigenlijk totaal geen toegevoegde waarde in Minecraft. Het enige wat je eigenlijk met Rotten Flesh kunt, is je kunt het eten wanneer je echt niets anders hebt. Alleen zorgt dat er wel voor dat je heel erg snel weer extra honger krijgt. Dus in die zin heb je er gewoon heel erg weinig aan. Maar in deze mod zorgt Rotten Flesh ervoor dat je er armor van kunt maken. Dus dit is hoe ik er fabulous nu uitzien. En met deze armor, jongens. Hey! Oeh. Ja. Dat is wel een nadeel. Ik raad je aan om de benodigde hoeveelheid deodorant met je mee te nemen. Nee, maar dit ziet er... Ja, weet je, het biedt bijna geen verdediging. Laat me duidelijk zijn. Het is geloof ik nog slechter dan leather armor. Maar gewoon het idee dat je met zoiets simpels als rotten flesh, waar je dus normaal gezien helemaal niks mee kan, toch nog iets kunt, vind ik persoonlijk alleen maar gaaf om te zien. Dan gaan we door naar het volgende tenuutje. En deze heeft eigenlijk wel een beetje mijn voorkeur. Dit is namelijk geen bone armor. Dus niet gewoon armor gemaakt van skeleton. Maar armor gemaakt van wither skeleton. Oh, dit is gaaf. En deze armor is super krachtig. Zoals jullie misschien wel kunnen zien, zorgt het ervoor dat heel mijn armorstrookje gevuld is met chestplates. De vraag is natuurlijk alleen, hoe werkt dat tussen de boze pigments? Of in dit geval, 1 boze pigment. Anders wordt het een beetje overdreven. Let's go. Hoeveel hartjes gaan eraf, jongens? Oh, het valt op zich mee. Het is in ieder geval een stuk minder dan ik net ervaarde met de spinnenweb. Dus dat is in ieder geval al goed. Dan gaan we kijken naar wat we nog meer hebben. Laat sowieso dus na afloop van deze video in de comments weten welk van deze armor jij echt heel erg graag in Minecraft een keer zou willen dragen. Of misschien wel in het echte leven. Ik ben benieuwd. Dan hebben wij hier de laatste bone armor. En ik denk dat dit misschien wel de sterkste is van alle soorten. Dit is namelijk de bone lord armor.
check this out. Hij is wel minder sterk schijnbaar dan de Wither Armor. Maar je hebt gewoon letterlijk skulls. Gewoon skeleton schedels als schouder chestplates. Dat is super dope, jongens. Oh gosh. Als er ooit een Halloween feestje zou zijn in Minecraft, dan ben ik erbij. Dit is zo gaaf, guys. Oh gosh. Oké, laat mij dit heel even snel op de grond gooien. Zo, en natuurlijk het zwaard ook. Doe ik even clear en dan kunnen we weer verder. Alleen ik moet er echt even... Oh nee, laat maar. Dat hoeft helemaal niet. Er is namelijk iets anders, want ik heb namelijk trek. Ik wou eten erbij spannen, maar dat is niet nodig. Want deze mod brengt namelijk ook nieuw soort eten met zich mee. En één daarvan is de nether appel. Je hebt in Minecraft natuurlijk de normale appel, die je gewoon kunt vinden in de overworld. Dan heb je de golden appel, de enchanted golden apple. In sommige mensen hun mond ook wel de notch apple genoemd. En hier heb ik de nether appel. Oh jongens, dat was geen verstandig idee. Ah, ik heb blindness gekregen. Oké, op zich, ik heb ook alweer bijna direct honger, dus zoveel had ik er niet aan. Wat misschien wel interessant is om te laten zien, is de Guardian Meat. Een Guardian in Minecraft heeft namelijk ook niet echt een functionaliteit. Ik geloof wel dat het bepaalde dingen dropt die je weer kunt gebruiken, maar niks wat je kunt eten. Maar hier heb ik Guardian Vlees, wat wij wel kunnen eten. Oh, no way! En als je het Guardian vlees hebt gegeten, kun je dus gewoon gedurende 15 seconden onder water ademen. Dus eigenlijk zorgt het er niet alleen voor dat het je honger stilt, maar het is ook nog eens super functioneel. Nice, oké. Okay. Wat hebben we nog meer? Nou, dit is sowieso echt super gaaf, namelijk de Bedrock Armor. En zoals ik al zei, Bedrock is eigenlijk de meest onverwoestbare steen die er bestaat. En hier hebben wij er dus gewoon een armor setje van. Oh gosh, guys. Ik denk dat niemand meer met je durft te PvP'en wanneer je dit aan hebt. Want ze weten toch dat ze er niet doorheen gaan komen wanneer het gemaakt is van Bedrock. Oké, okay, wat hebben we nog meer? De laatste twee, namelijk de Slime Armor en de Blaze Armor. Oké, okay, als ik jou zou vragen, jij moet een week lang in één van deze twee soorten armor rondlopen. Zou jij dan gaan voor de Blaze Armor, wat er eigenlijk wel een beetje uitziet als extra glimmend goud? Of zou jij liever gaan voor de Slime Armor? Dit is gewoon letterlijk de meest satisfying armor ooit. Als je je slime helmet zou uitzetten, zou je er gewoon een soort van ASMR video van kunnen maken. Nee, dit is echt super gaaf, jongens. En wat hebben we er nog meer in zitten? Ah, nog een aantal etenswaren. Namelijk het ei. Heel erg leuk. En een inktvis. En ook de inktvis kun je inderdaad eten. En het ei dus ook. Lijkt mij sowieso wel gaaf als je inderdaad een ei in een furnace zou kunnen stoppen in Minecraft. En het op die manier uiteindelijk zou kunnen eten. In ieder geval, laat in de comments weten wat jouw favoriet was. En om deze video echt mee af te sluiten, ga ik een lekker stukje varen op de niet bestaande enderboot. Jongens, check this out. Wow! Deze boot vaart gewoon dubbel zo snel als een normale boot. Dus eigenlijk zou je deze boot perfect kunnen gebruiken om lange afstanden mee te varen. Aww. Ja, ik moet zeggen, misschien dat ik de Ender Dragon Armor toch wel het gaafst vond. Not sure, maar misschien wel. Ik ga mezelf weer even veranderen in een zombie Pikmin om de video echt mee af te sluiten. Een varende zombie Pikmin in slime armor. Dat is het niveau waar we ons momenteel bevinden. Abonneren kan geheel gratis en vrijblijvend hieronder aan de video. En ik zeg adios. En deze boot kan ook niet kapot zoals jullie konden zien. Super chill.